Hallo, hallo. Laat eventjes weten als je er al bent. We beginnen over 1 minuutje. We hebben een nieuwe versie van de software gekregen van Facebook. Dus het is even kijken of alles goed gaat. Dus laat graag eventjes horen of schrijf eventjes hieronder op of je alles goed hoort en ziet. Dan weten wij dat het werkt. Daar is die. Luid en duidelijk. Heel goed. Vier. Ja, we kunnen nu ook niet zien hoeveel mensen er kijken, dus dat is allemaal een beetje jammer. Dat kwam er 5 minuten geleden achter dat er nieuwe software is. Dus, maar zo te zien en zo te horen doet hij het. Heel goed. Dankjewel Marianne, Agnes, voor de reactie. Dan gaan we gewoon lekker beginnen. En dan kijken we achteraf wel of alles goed gegaan is. Even checken nog. Oh ja. Ja. We zien op onze eigen telefoon dat er al redelijk wat mensen bijgekomen zijn, dus we gaan lekker beginnen. We beginnen met een warming-up, een paar minuutjes. En daarna leggen we de rest van het programma uit. Dus kom klaarstaan, we beginnen met jumping jacks. Ja, ga door, hè, ga door. Ons zonnescherm kon ondertussen ook weg. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké, okay, dan mag je 15 rustige squats maken. En die goed die billen naar achteren. En strek dit keer op je armen even uit naar voren. Dus als je zakt, gaan die armen tot schouderhoogte omhoog. Tenzij je last hebt van je schouders. Dan laat je de armen lekker aan. Zijn dat er al 15? Ik denk het wel. Eentje nog voor de zekerheid. Oké, okay, mag je de armen en de benen lang maken? Doen we wat wij dit lang afpas noemen. Probeer ook hier die armbeweging en de beenbeweging groot te maken. Streng eentje de armen hoog in de lucht en dat blijven ze ook. Stap je met rechts ver uit naar achter. Rechte knie naar de grond. En dan kom je weer rechtop staan. Linker voet ver naar achter. Linker knie naar de grond. En dan kom je weer rechtop staan. Afwisselend rechts en links. Blijf die armen goed in de lucht duwen. Blijf je bovenlichaam ook beter rechtop. Goed laag aan die achterste knie. Misschien tik je net eventjes de grond aan. Niet te hard uiteraard. En even tussendoor voor de gevorderden. Maar iedereen gaat hem gewoon proberen.
Doe je rechterknie op. Met je rechter elleboog tik je je rechterknie aan. Linkerarm is gestrekt. En dan gaan we datzelfde doen in één keer wisselen. Dus tik je met je linker elleboog je linkerknie aan. Rechterarm gestrekt. En ga je weer in één keer wisselen. En wisselen. En wisselen. En dan wat sneller. Ja, coördinatie. En niemand ziet je, dus het maakt niet uit wat je doet. Blijf gewoon eventjes springen. Oké, tot slot nog 10 squats. Laag, op. Laag, op. Laag, op. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. En neem even snel een slokje water. Ik ben buiten adem. Jij ook als het goed is. We laten de oefeningen zien voor vandaag. Het schema is hetzelfde als vorige week en maandag. Dat wil zeggen 3 groepen. Groep 1 doet 30 seconden oefening, 30 rust, 30 oefening. Groep 2 doet 40 seconden oefening, 10 rust. En daarna weer 40 seconden. En groep 3 gaat 90 seconden door. Oefening 1. Sabine, laat hem zien. Het bruggetje. Ze komt liggen op de grond. Voeten plat op de grond. Duw je de heup omhoog. En je vouwt je handen onder je rug. Dus op die manier trek je ook de schouderbladen wat naar elkaar toe. Je handen liggen gewoon losjes op de grond. Maar vouw ze wel samen en duw even extra die schouderbladen naar elkaar toe. Dus dit hou je 30 seconden vast, groep 1, 40 seconden groep 2 en 90 seconden voor groep 3. Oefening 2. Twee opties. Je maakt een squat sprong naar voren. Dus je springt naar voren. En als je landt, land je goed meteen door die knieën. Dus niet eerst springen en dan een squat maken. Nee, als je landt, meteen laag door die knieën. En dan zet je een paar stapjes terug naar achteren tot waar je begonnen bent. En dan herhaal je dat. Sprong naar voren, laag en snel een paar stapjes naar achteren. Yes, zware oefening. Is dat te zwaar, doe je gewoon een squat. Oefening 3 hebben we maandag ook gedaan. Het hondje. Mag op handen en knieën komen zitten. Misschien heb je wel een beetje spierpijn gehad van maandag. En daarom doen we hem gewoon nog een keer. Op handen en knieën. We beginnen met rechts. Je rechterknie gaat zijwaarts omhoog. Rustig op en neer. Tot heuphoogte als het kan. En anders ietsje lager. En dan laat je hem weer rustig zakken. Steeds één kant. Tot wij zeggen dat je mag wisselen van kant. En de laatste. Oefening 4. De mountain climber. Steunt op je handen. Handen zijn recht onder de schouders. Voeten ver naar achter. Benen gestrekt. En dan trek je om en om. Eén knie naar voren. En die trek je tot voorbij je heup. Dus maak die beweging groot. Hè? Het accent ligt op de voorgaande beweging. Die knie naar voren. Het been strekken naar achter. Dat gaat dan vanzelf. Is dat te zwaar? Doe je jumping jacks die we helemaal in het begin ook deden. Bijvoorbeeld als je last hebt van de schouders. Oké, mensen, het is hoogste tijd om te beginnen. 22 minuutjes, alles bij elkaar, inclusief pauzes. Dus we beginnen zo meteen met het bruggetje. Je mag vast komen liggen. En dan gaan we over 3, 2, 1, en start maar. Dus je voeten zijn plat op de grond. Je duwt je heup omhoog. Blijf omhoog. Handen gevouwen. Ongeveer onder je billen. Schouderbladen goed naar elkaar toe. Oké, groep 1 mag eventjes rusten. En groep 2 mag eventjes rusten.
En groep 2 komt er weer bij. Zelfde beweging. Nou, geen beweging, dezelfde houding. Duw die heupen zo hoog als je kan, hè. Je ligt dus op je schouderbladen, niet op je nek. Groep 1 komt er weer bij. Je voelt het in je billen, je hamstrings. Laatste 10 seconden. En 20 seconden rust. Mag je rustig komen staan. Ga naar oefening 2. Redelijk snel nog. Sprong naar voren. 4 of 5 pasjes terug naar achter. Sprong naar voren. 4 of 5 pasjes terug naar achter. Oké, go. Eigenlijk is het 1 kikkersprong naar voren. Meteen landen. Voeten neer en meteen laag met die knieën. Probeer deze redelijk snel tempo. Als het ware even achteruit hardlopen. Alternatief als je niet wil springen, gewoon een squat. Groep 1 heeft deze rust. Groep 2 heeft deze rust. En groep 2 weer starten. Groep 1. Ook weer starten. Half minuut nog. Ah, het is hard werken dit, hè. Gebruik je armen om jezelf naar voren te gooien. Kom op, 10 seconden nog. Minimaal 2 keer. Drie. Twee. Eén. Oké. En als je nog niet warm was, dan ben je het nu wel als het goed is. We gaan het hondje. Je mag op handen en knieën komen zitten. Knieën recht onder de heupen. Handen recht onder de schouders. We beginnen met rechts. Recht die knie zijwaarts omhoog. Steeds met rechts. Probeer zo min mogelijk met je heupen mee te draaien. Dus alleen je been is aan het werk. Je romp is stil. Groep 1, eventjes rust. En groep 2, eventjes rust. En groep 3, wisselen, andere kant. Linkerbeen. En ook groep 2, linkerbeen, kom op. En ook groep 1, linkerbeen. Ja, nog 10 seconden. Hou die heupen stil, hè. 4, 3, 2, 1. Hoho. Ja, is toch best wel zwaar deze, ook al is die heel rustig. Laatste oefening van de eerste ronde alweer. Mountain climbers. Alternatief jumping jacks als je last hebt van de schouders. En anders schouders recht boven de handen. Begin in hoge plank. Start ernaar. Om en om die knie naar voren. En die knie die gaat laag over de grond. 5 centimeter boven de grond. Tik, 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 tik. Ongeveer dat tempo.
Denk aan die voorgaande bewegingen. Denk niet aan de achterste voet die je neerzet. Die gaat vanzelf. Groep 1, eventjes rust. Groep 2, ook eventjes rust. Je knie komt minimaal onder je heup. Liever nog ietsje verder. Grote beweging. Groep 2, kom er weer bij. En ook groep 1 weer. Tik, 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 tik. Laatste 10 seconden. Vijf. En rust. Een snel een slokje water. We gaan meteen door naar ronde 2. We beginnen weer met het bruggetje. 3. 2, 1. Oké, start er maar. Dus we moeten beginnen onder de knieën, plat op de grond. Dan duw je die heup omhoog. Dan vouw je die handen samen. Dan duw je de schouders goed in de grond. Hoofd gewoon losjes op de grond. Oké, goed. 1, rust. Halve minuut voorbij. En groep 2 ook rust. Blijf die billen aanspannen. Hamstrings. Groep 2, start er weer. En groep 1 ook weer starten. Afwisselend wat zwaardere en wat lichtere oefening conditioneel gezien. Kun je steeds weer even bijkomen. Minder dan 10 seconden. Kom op, hou vast. Blijf duwen. Die hakken in de grond, die schouders in de grond. Rustig los. Mag je weer rustig komen staan. Je doet het altijd rustig. Sommige mensen hebben een beetje neiging om een beetje duizelig te worden als je heel snel gaat staan. Maar lekker rustig. 5 seconden. Squat sprong naar voren. En terug. Yes. En sprong naar voren. 1, 2, 3, 4, 5. En een sprong naar voren. Probeer dat tempo ongeveer bij te houden. Als je net geland bent, kijk eventjes naar je eigen bovenbenen. Zijn ze bijna horizontaal? Heel goed. Op 1 eventjes rust. Sta je bijna rechtop. Probeer dan wat meer te zakken als je landt. Groep 2 rust. En groep 2 sluit weer aan. Laatste halve minuut. Groep 1. Kom op, actie. Ik op 3 nog, kom op. 8 seconden. 3, 2, 1. Juist. Tijd voor het hondje. Pak je matje erbij. Kom op handen en knieën zitten.
beginnen weer met de rechts, rechterbeen. Hey, tijd loopt. Je nek is neutraal, dus je kijkt gewoon het centimeter of 15 voor je handen, gewoon rustig op de grond. Die knie, die rechterknie, die blijft los. Hop, en terug. Hop, en terug. Groep 1, eventjes rust. En groep 2, eventjes rust. Groep 2, je mag weer aansluiten. Groep 3, wisselen van been. Was iets te laat. We zijn ruim over de helft. Groep 1 komt er weer bij. 30 seconden nog. Weer die heupen nog steeds stil te houden. Hè? Niet gaan schoppen. Gewoon rustig. Soms is rustig zwaarder dan allerlei gekke bewegingen maken. Kom maar een paar seconden. En tijd voor de mountain climber. Drie, twee, één, start maar. Hou die schouders boven de handen. Die zijn redelijk stil. Ik ga niet te veel heen en weer. Span vooral die buik goed aan. Hou die knieën laag. Grote beweging. En groep 1, eventjes rust alweer voor jullie. Tik, 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 tik. Ik hou dat tempo vast. Groep 2, rust. En groep 2, kom er weer bij. En ook groep 1, kom er weer bij. Laatste 10 seconden. Hou vast. Hou vast. Kom op. Je bent er bijna. 4, 3, 2, 1. Juist. We hebben 2 rondes gehad. En nog maar eentje te gaan. Dus het eind komt dan weer langzaam in zicht. We beginnen zo weer met het bruggetje. Mag komen liggen. Yes, start hem aan. Groep 1, eventjes rust. De laatste keer deze, hè? Dus misschien ga je een groepje hoger zitten. Groep 2, rust. En groep 2 weer aansluiten. Groep 1 komt er ook weer bij, halve minuut te gaan nog.
Hij heeft 10 seconden. Minder dan 10. Kom op, hij blijft die hak in de grond duwen. Allerlaatste stukje. En omhoog. Heel eventjes je zonde kunnen overdenken. Nu weer tijd voor de echte harde actie. Squatsprong. En 4-5 stapjes terug naar achter. Oké, go. Spring. Tik, 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 tik terug. En spring. Tik, 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 tik terug. En spring. Hou dat tempo erin. Nog maar 3 oefeningen met deze erbij. Alternatief. Gewoon een squat. Op 1. Even rust. Groep 2, even rust. En groep 2 komt er weer bij. Blijf een grote sprong maken. Hè. Probeer eerst deze meter te halen. En groep 1, kom op, laatste halve minuut. Maak zoveel mogelijk op je hakken. Hij heeft 10 seconden. Ik zit vooral aan de achterkant. 10 seconden. 5. Even bijkomen. Tijd voor het hondje. Drie, twee, één. Start maar. Okay. En weer met rechts. Eén mag eventjes rusten. Groep 2 mag eventjes rusten. Groep 3 gaat wisselen van been. Ietsje eerder, net waar we ietsje later. Anders loop je morgen misschien scheef, hè? Dat moeten we niet hebben. Groep 2 komt er weer bij. En op groep 1. Linkerbeen. Laatste 10 seconden alweer. Drie, twee, één. En rust. Goed. Maak je klaar voor de laatste anderhalf minuut. Al dan niet, inclusief een korte pauze. Mountain climbers. Daarna ben je weer eventjes van ons af. 2 dagen. Oké. Okay. Yes, kom op hè. Go, go, go. Even rust voor groep 1 als het echt nodig is. Alleen als het echt nodig is, hè? Anders ga je door. En groep 2 rust. 40 seconden voorbij dus.
2 komt er weer bij. Allerlaatste stukje, mensen. Groep 1. Laatste halve minuut voor jullie ook. Tik, 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 tik. Hou dat tempo vast. Kom op. 20 seconden. En de laatste 10. Niet stoppen. Maak hem af. 5, 4, 3, 2, 1. En nu mag je stoppen. Okay. 22 minuutjes alles bij elkaar. Met pauzes erbij. Verschillende spieren, krachtoefeningen, conditionele oefeningen, alles door elkaar. Neem snel een slokje en dan gaat Sabine de cooling down met jullie doen. Ik zei bijna warming up, hè. Dan doen we nog een rondje, maar laten we dat maar niet doen. Vrijdag misschien voor de liefhebbers. Een extra toegift. Nou, dat bekijken we nog even. Nu eerst cooling down. Oké, we beginnen met de count, hè. Zet even één been achter, één been voor. Beentje heupen naar voren. Grote vrijstand. Achterste hak naar de grond. Oké. Zet we één voet voor, heupen naar voren. Daar voel je het aan de voorkant. Gaan we even van been wisselen. Goed de achterste hak aan de grond. Krachtsvrijstand en je duwt je heupen nog even naar voren. Goede extra rek op je kuiten. Zet er de voet iets dichterbij. Breng je heupen naar voren. Voel je het aan de voorkant. Oké. Ga even naar de bovenbenen. Pak even de enkel vast. Niet je tenen, maar je enkel. Trek hem naar je bil. Knieën naast elkaar. Je mag je standbeen iets buigen, sta je wat stabieler. En je kan je heupen nog iets naar voren bewegen, waardoor je nog meer rek krijgt. Oké. Gaan we even wisselen. Andere been. Hak weer naar je bil. Standbeen iets buigen. Heup iets naar voren buigen. Kantelen. Knieën goed naast elkaar houden. Oké. We maken ons even helemaal lang. Gaan we even op de tenen staan. Huppelen, lopen. Stappen. En ook even op je hakken. Oké, dan blijven we even staan. Rekken we ons even helemaal uit. Buigen ook even iets naar achteren. Buigen we naar voren. Maak je benen zoveel mogelijk recht. De rechte rug, je billen naar achteren. Je stuitje iets omhoog. Dan voel je dan de achterkant bij je hamstrings. En maak een bolle rug. Dan gaan we naar beneden. Mag je even je bovenlichaam laten hangen? Je armen ontspannen, je hoofd ontspannen. Je knieën iets buigen. En dan maak je de strijdstand iets groter. En dan ga je even met beide handen naar je linkervoet, linker enkel.
buitenkant van je enkel als het kan. En dan lopen we naar het midden, gaan we naar de andere kant. Je hebt in dit geval je beide tenen naar voren van de voeten. Niet naar opzij, naar voren. En dan lopen we naar het midden. Dan loop je nog even met je handen naar achteren. En dan kijk je of je nog een beetje naar beneden kan met je bovenlichaam. En dan lopen we weer naar het midden. Buig je knieën. Doe je handen in je zij. En dan kom je rustig omhoog. Dan schuif je je voeten naast elkaar toe. Dan doen we nog even de handen in elkaar. Maken we een bolle rug. Schouderbladen en de bovenrug. Het heeft hard gewerkt, dus mag je even goed oprekken. Oké, maken we nog een keer lang. En blazen we ademen in en we blazen even uit naar rechts. En we ademen hem in, blazen uit naar links. Oké, dan nog even losschudden. Nog even losdraaien. Zo, rustig. Oké, dit was het voor vandaag. Dank jullie wel. Dankjewel voor het meedoen. Laat hieronder eventjes weten wat je ervan vond. En mensen die al wat langer meedoen, laat eventjes weten of je al duidelijke verbeteringen merkt in van alles en nog wat. Conditie, spierkracht, gewoon algemene fitheid. Vinden we eventjes leuk om te horen. En de andere mensen ook, denk ik. Dus doe dat graag nog eventjes en dan zien we jullie vrijdagavond weer 7:30. Doei doei!